Het enige wat ik wel merk, dat is een trend die zich nu al duidelijk manifesteert. Dat is dat men toch wel weer verschrikkelijk behoefte krijgt aan romantiek. Aan hele duidelijke persoonlijkheden. Je ziet het bijvoorbeeld aan Diana Ross. Dat heb ik altijd als een enorme persoonlijkheid beschouwd. Dat hij nu achter elkaar met singles enorm scoort, ook met haar LP. We zitten een beetje in een grauwe tijd. Ik denk dat juist de mensen daardoor verschrikkelijk behoefte hebben aan die romantiek. En het zich kunnen vereenzelvigen met echte persoonlijkheden, met echte sterren. Ik denk dat ook dat element belangrijk is. Dat de echte sterren, zoals we vroeger Elvis Presley hadden, dat soort mensen, dat het weer terug gaat komen. Er zijn een aantal van die stijltjes die ik beschouw als bedacht, als maakwerk, als plastic eigenlijk. Ik geloof daar niet zo hard in. Ik zie wel zo'n van die groepen. Ik vind de Specials vind ik daar een goed voorbeeld van. Ik vind dat ontzettend gekunsteld allemaal. Van die jongens die dan op de vierkante meter een hardloopwedstrijd doen. En dat kan er bij mij niet in dat de mensen dat echt leuk vinden. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd dat soort groepen in de top 10 niet ben tegengekomen. Dat lijkt me toch een prima graadmeter. En wie staan er wel? So keep your head up in the sky. Die gewoon niet aan hun trekken komen via de radio. Hè, er zijn dagen bij dat weet ik, dat mensen gewoon de radio niet aan hebben, omdat er alleen maar die soort van muziek gedraaid wordt die ze absoluut niet interesseert. Dus in die zin zal er zeker een uitbreiding komen. Om een nieuwe artiest er doorheen te krijgen, zodat die publiekelijk bekend wordt. Nou, dat is verschrikkelijk. Ik merk het met Luf. Als je een nieuwe plaat maakt met Luf, dan zijn de oren echt gespitst. Dan zit iedereen wacht erop. He, dus de mogelijkheid dat een plaat van Luf een hit wordt, is vele malen groter dan wanneer ik bij wijze van spreken hetzelfde lied met N'importe qui op zou nemen. Ik ben er altijd van uitgegaan dat die mensen waar ik mee werk, dat die niet alleen stimulie capaciteit moeten hebben, maar dat ze visueel ook het een en ander te berden kunnen brengen. Niet alleen maar qua leuke danspasjes, maar dat dus echt sprake is van een interessante persoonlijkheid. En wat heeft dat tot gevolg? Dat mensen er graag over schrijven. Dat zijn ook vaak mensen die interessante uitspraken kunnen doen. Dat is een soort vicieuze cirkel waar je dan in terechtkomt. Van het een komt het ander.